Vandaag ga ik alle voorbereidingen treffen voor het storten van beton. Dat betekent dat hier een hele laag plastic in gelegd moet worden. Alle netten moeten er weer uit. Die moeten dus op steenklompjes gelegd worden op 7 centimeter hoogte. En die moeten aan elkaar verbonden worden met betondraad. Dat heb ik hier ook en een tang. En vanavond komt beton hier aan. En morgen ben ik de hele dag bezig met het storten van beton. En dit is de serrevloer die ik er gisteren uitgehakt heb. Die zat tot hier. Dus je had hier een drempel en dan een opstap en dan zo. Maar je kunt hier zien dat hier ooit een trapje gezeten heeft. Dat komt weer terug. En de vloer die gaat ongeveer zo deze hoogte worden. Met een klein stapje naar beneden toe. En dan een vloer daar. Maar eerst ga ik die hele fundering in orde maken. En een stukje opmetselen voor de bouw van een nieuwe serre. En aan de hand daarvan kan ik gaan bepalen hoe diep die vloer nog verder uitgegraven moet worden om daar een nieuwe vloer in te storten. Vandaag ga ik ook alle stenen opruimen en inventariseren hoeveel ik er heb. Want ik heb er echt behoorlijk wat. Daar kan ik wel wat mee. En ja, ik heb hier natuurlijk ook nog het een en ander liggen voor de opbouw van de serre. Deze grote blokken die komen straks bovenop de fundering gemetseld te zitten als eerste laag stenen. Tja, in het atelier is het heel stil de laatste tijd. Er gebeurt hier eigenlijk helemaal niks, want ik heb er gewoon helemaal geen tijd voor. Het gaat wel weer komen, want er zal hier ook echt gewerkt moeten gaan worden weer straks. En daar zit ik ook naar uit te kijken, want ik mis het wel. Dit hier zijn allemaal stenen die uit de grond komen. Je hebt er twee formaten. Het is dit formaat en dit formaat. Dit zijn oude stenen, die zijn dik 100 jaar oud. En daar kan ik natuurlijk nog wel het een en ander mee gaan doen. Want die stenen die hebben dus ook weer die authentieke look die nodig is om het huisje weer helemaal in de oude staat te herstellen. Nou, deze stenen die ga ik nu eventjes selecteren en opstapelen, inventariseren, kijken hoeveel ik er heb en wat ik ermee kan. Dit is natuurlijk de eerste winst. Dit zijn allemaal stenen die uit de grond komen. Het zijn er 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. En daar kan ik al aardig wat mee doen. En dan heb ik nog een hele hoop kleinere stenen. Dat zijn die stenen. Die worden weer gebruikt om de muur te metselen waar straks het raam van de serre op komt te staan. Allemaal gratis. Ik heb ze allemaal bij elkaar verzameld. Slinger hier door heel de tuin heen. Het zijn er 205. Plus een hele hoop halven, waar ik halven van kan maken met de knipmachine. Dus nou, dit komt wel goed. Ja, zoals je kunt zien is hier opgeruimd. Er is nu plek gemaakt om alle werkzaamheden te kunnen uitgaan voeren. Om de plaats te bepalen waar de betonmolen komt te staan. En de plaats waar de twee pallets met beton gezet moeten worden. En er moeten nog een hoop losse stenen opgeruimd worden. Maar het overzicht begint te komen. Zo net even bij onze bouwmarkt het plastic opgehaald voor in de sleuf. En de betonmolen, die mag ik lenen van Ronald. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen bij een gamma of zo. Maar wij hebben een bouwmarkt waar dat allemaal kan. Het is zover. Het plastic ligt op zijn plek. De matten zijn gevlochten. De stenen liggen eronder op 7 centimeter hoogte. En nou is het een kwestie van beton halen. En morgen met de mixer de hele dag
aan de slag met beton. Kijk, dit is helemaal voor elkaar. Twee pallets met beton op een aanhanger, helemaal klaar voor gebruik. Dan bij huis die wel tevreden. Nou wil ik de pallets via deze weg hier neer zien te zetten. Dus ik ga eventjes deze berg zand verzetten. En Nick die komt even helpen met de leukste auto van de zaak. Hoef ik niet te sjouwen, dat scheelt mij weer een hele hoop werk. Zo, ik heb het helemaal voor elkaar. Alles staat klaar voor morgen. En ik ga nu eventjes zorgen voor het avondeten, want daar is het al lang tijd voor.